Goedemorgen jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Het is vandaag maandagochtend voor mij en ik moet weer naar school. Dus dat ga ik nu ook gewoon doen. Ik heb mijn tas hier al hangen. Ik ga mijn schoenen aan doen en dan ga ik alweer fietsen naar school. Dus jullie zien me straks weer. Want ik laat mijn camera thuis, ik heb maar 4 uurtjes les. En bij deze les kan ik echt goed vloggen. Dus ik zie jullie straks weer. Geef me even een paar uurtjes en dan ben ik om 12 uur weer thuis, want dan ben ik uit. Dus let's fucking go. Alright, we zijn 4 uurtjes verder. Ik ben alweer thuis, ik heb allemaal lessen gehad natuurlijk. En ik ga nu even snel voor jullie video inspreken. En die zien jullie ook wel één deze dagen online. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Oké, ik heb dus zojuist eventjes een mooie thumbnail gemaakt voor jullie. En ik heb even mijn camera neergezet op het doosje waar mijn luchtje had, die ik altijd opzet natuurlijk. Even kijken, ik heb dus... Sorry voor de boer. Een thumbnail gemaakt voor de Haymakers video van 2 dagen geleden. Dus die gaan we nu eventjes opslaan als maandag 2. Zo noem ik het altijd als ik bijvoorbeeld een video... als ik 2 video's per dag upload... Dan heb je bijvoorbeeld nummer 1 is vlog. Dus vlog 1. En nummer 2 is dan maandag 2 bijvoorbeeld de game video. Dus zo doe ik dat steeds. En zo vind ik het ook chill om het te onthouden. Althans, zo ben ik dus. Ik weet niet of jullie dat ook vinden. Maar zo onthoud ik dus al mijn dingen. En ik ga nu even die video uploaden. En om 2:30 weer naar buiten toe lekker chillen. Dus dat zien we dan wel weer. Ik ga nu die video uploaden. Dus tot zo jongens. Ik vind het altijd leuk om in mijn vrije tijd gewoon een beetje naar setups te kijken van andere YouTubers. Ik ben bijvoorbeeld op dit moment nu die van Face Tigo aan het kijken. Ik had die net van Face Rain gezien en ik vind het gewoon lachen om te kijken naar andermans setup. En ja, dit is natuurlijk mijn setup zoals je weet. En het is niet heel erg bijzonder of iets. Gewoon hier mijn beeldscherm en dat heb ik allemaal een keer laten zien. Daar staat mijn micro, of mijn standaard voor deze camera waar je nu naar mij kijkt. En hier staat natuurlijk mijn PC-scherm open. Daar ligt de controller die ik niet gebruik. Daar ligt de controller die ik wel gebruik. Mijn toetsenbord natuurlijk met 2 oranje knopjes waar extra grip op zit. Voor bijvoorbeeld als ik CSGO speel. Dus die zijn oranje. En de rest is zwart. En hier ligt nog zo'n... weet je dat? Dingetje van mijn Nike Tech pak. Want die is eraf gevallen. En die zit nu in de was. Dus die moet ik er straks weer aandoen. Dus ja. Kijk, dit ding. Dat is ook echt een lifesaver. Wat het is dit ding, die kan je uitklappen en dan kan je deze camera zo opzetten. Waardoor je dus heel stevig beeld krijgt. Dus, mocht ik ooit bijvoorbeeld met Tom of zo naar buiten gaan en een challenge filmen. Dan kan ik dit heel makkelijk gebruiken om het beeld stevig te houden. Want als ik nu bijvoorbeeld in mijn hand heb, dan, ja, dan trilt het een beetje en is het niet heel erg recht. Dus ik ben blij dat ik die toen ooit heb gekocht. Hier vlogde ik vroeger altijd mee, toen zette ik hem nog op mijn telefoon. Mijn telefoon is daar zo aan het opladen. Maar nu kan ik deze dus ook op mijn camera schroeven. Dat is natuurlijk gewoon super leuk en super chill. En dat ga ik ook gewoon doen als ik bijvoorbeeld met Tom hier ben. Want Tom komt in de meivakantie natuurlijk 2 nachten hier slapen. Maar ik ga nog even verder met setups kijken. Ik kijk ook best wel vaak van die montages. Namelijk, ik kijk nu die van Dubsteps. En die zijn echt fucking awesome. Gewoon, wat voor fiets mensen halen gewoon met een sniper. Echt ongelooflijk als je dat kan. Ik heb respect voor je, want... Ik kan nog niet eens een normale goede quizkoop maken. Oké, dat kan misschien wel, maar wat hun doen, net zoals let op 3, 2, 1. Dat kan ik gewoon niet. Een fucking 4-man onscreen. Respect, echt waar. Ik ga zo meteen weer eventjes naar buiten toe met een paar vrienden en vriendinnen natuurlijk. Dus ik laat mijn camera weer thuis, want ik doe mijn jas aan waar al iets in mijn binnenzak zit. Dus ga ik deze camera niet indoen voor het beschadigen. Ik kom weer rond 6:30 thuis zo en dan ga ik de vlog verder doen. Maar... Ik maak kijk even deze video af van MMA fights, want dat vind ik altijd wel leuk om te kijken. Jullie zien me straks weer. Ik ga nu even deze video afkijken en naar buiten toe. Zo, ik heb dus net even heerlijk gedoucht en ik heb even mijn Nike pakje aangedaan, want Nike is echt heerlijk. Maar ik ga dus nu even mijn huiswerk doen. Ik ben een hele tijd buiten geweest gewoon. En ja, het is gewoon heel erg lachen om buiten te zijn met dat bepaalde groepje. Wat ik nu ga doen, ik zet jullie even hier neer. Zo. Blijf staan. Ik ga nu even mijn Duits boek pakken, want ik moet Duits leren. Dus. Wait a second. I'm gonna grab my Germany. My German book. Here it is. This is my journal of my German book. Now I'm gonna set my softbox on. Let's talk English, motherfucker. Nee, ik ga gewoon even praten. Zo.
Dan ben ik een beetje lekker belicht voor jullie. Dan hebben jullie mooie kwaliteit. En ja, dit is best wel laag. Laagje even. Ik ga jullie hier opzetten. Op mijn lege Monster Energy blik. Zo. Dat staat waarschijnlijk al wat beter. Maar, ziet er niet uit. Dat weten jullie wel. Even kijken. Mijn computer. We gaan eens eventjes ons boek open doen. Op bladzijden. Dit. Welke bladzijde is dit? Nee, dit is het niet. Dit is het. Nee, ook niet. Hoofdstuk 4. We zijn bij hoofdstuk 4. Oh, maar jongens, holy shit. We zijn bij hoofdstuk 4. Ik ga jullie vandaag lesgeven over Duitse les. Namelijk, gut leben. Oftewel, goed leven. En een guten appetit. Dus eet smakelijk. Als het goed is, is het hierover. Anders weet ik het niet. Ja, dit zou best wel kunnen. Nee, dit is het niet. Het is wel vorige hoofdstuk. Godverdomme, het is hoofdstuk 3. Zie je wel? Ja, het is dit, ja. Juist, dit is het. Het is hoofdstuk 3. Let's go. We gaan naar hoofdstuk 3 Duits leren. Dat gaat over de derde en de vierde naamval. Of de eerste en de vierde naamval. Met dus ich wordt mich. Du wordt dich. Er wordt in. Sie wordt sie. Es wordt es. Wir uns. Ihr, eug, sisi en sisi, sisi, ja ja. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon best wel makkelijk. Duits is überhaupt best wel makkelijk. Kijk, zo ziet het bij mij eruit. Als je zelf het boek hebt als ik, gefeliciteerd. Zo, ik ga nu even leren jongens. En straks vlog afsluiten. Dus laat alvast een blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij natuurlijk enorm. Ik ga nu leren, dus let's motherfucking go. Duits is zo vervelend jongens, echt. Fuck fucking Duits. Echt fucking kutvak. Ik haat het zo. Ik zit gewoon even muziek te luisteren. Ik weet niet of het hoort. Maar ik zit even muziek te luisteren. Mijn haar is zo dik. Stront, jongen. Echt waar. Fuck dat. Ik ga even leren. Daarna de vlog uitsluiten. Dus let's go. Ik ga de vlog afsluiten, jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauw duimpje omhoog. Ach, natuurlijk. Ik heb echt fucking hoofd van op dit moment. Vandaar dat ik stond mijn vloggen. Abonneer voor meer. Laat je blauw duimpje omhoog achter. En tot morgen bij weer 2 nieuwe video's. Doei.